We zijn ongelooflijk blij dat Winette van der Graaf... gisteravond nog afvroeg, had ik dit wel moeten doen? Ja, en Gerard zei, jouw agenda zit zo ontzettend vol... dat ik echt ongelooflijk eigenlijk vereerd ben dat jij gekomen bent om ons hierover te vertellen. En helemaal aan het, een paar maanden geleden al kreeg ik een berichtje van jouw secretaresse. Is het goed dat Winette ook een van haar onderzoekers meeneemt die over kwaliteit van leven... naar kwaliteit van leven onderzoek doet. Nou, kwaliteit van leven is iets waar wij allemaal heel erg veel mee te maken hebben. Dus dat was een hele harde ja van mijn kant. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie te vertellen hebben. Ga je gang. Dankjewel. Dankjewel Joost, dankjewel Esther. Dankjewel dat wij hier vandaag wat mogen vertellen. Ik denk, zorgen doe je echt samen. En ik vind het ook heel mooi om zoveel mensen te zien. Ik ken natuurlijk best wel wat mensen hier in de zaal. Patiënten en familieleden, partners. En zoals we net al gehoord hebben, dit doe je ook samen. Wij vanuit de medische discipline hebben onze eigen input. Ook informatie over nieuwe medicijnen. Maar dat kan niet zonder dat we weten dat het meeste eigenlijk thuis gebeurt. En als je je pillen niet in kan nemen, gaat er ook niks helpen. Dus vandaar ook geweldig deze adviseursgroep binnen de patiënten- en lotgenotenvereniging. Kan alleen maar iedereen oproepen die fit genoeg is, zet je ervoor in, want het is echt ontzettend belangrijk. Ik ga vandaag iets vertellen, maar het is ook fijn als ik ergens een aanwijzer heb. Heb jij een pointer aan mij gegeven? Oh ja, hier. Ik doe het dus niet alleen. Ik ga vandaag iets vertellen over de laatste ontwikkelingen over geneesmiddelen bij GIST. En Deborah van der Wal, arts en onderzoeker in mijn groep, die gaat iets vertellen over het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd met interviews van patiënten en zorgverleners over kwaliteit van leven als je een patiënt bent die GIST heeft. Hier ziet u onze onderzoeksgroep. Het is vaak hard werken, maar we doen ook leuke dingen samen. En dat is ook belangrijk om samen iets te doen. Ik zei dat net al, maar dat is ook in onderzoek doen heel belangrijk. We hebben onderzoekers niet alleen op het gebied van GIST, maar ook op andere sarcomen, op andere vormen van kanker. En die kunnen elkaar ook allemaal heel erg helpen in het verbeteren van de kwaliteit van onderzoek. Nou, ik heb het genoegen gehad bij de eerste introductie van de eerste imatinib-studies te zijn. Dat was echt fascinerend, kan ik wel zeggen. Ik was al geïnteresseerd in GIST, maar meer omdat ik het zo'n vreselijk droevig ziektebeeld vond, waar mensen eigenlijk allemaal aan overleden. Want chemotherapie, als je eenmaal uitzaaiingen had, dat hielp eigenlijk ook niet. En toen kwamen die studies met een wonderpil, zoals dat ook eerst werd genoemd. Waarbij mensen inderdaad in 1-2 weken van hele grote tumoren merkte je dat patiënten al verbetering konden waarnemen. En dat was tot dan toe echt ongelooflijk. Die studies zijn gedaan en zoals u allemaal wel weet hebben die een positief effect. En dan ga ik met u even door zo'n curve heen. Velen kennen ze misschien, anderen niet, dat maakt niet uit. Dit is een curve, zo een zal u nog vandaag vaker zien. Hier in op deze lijn, de x-as, staat gewoon hoe lang iemand op een studie is, op een medicijn. En hier staat het percentage patiënten die nog in leven is of een respons heeft op de behandeling of wat dan ook. En hier zie je, dit zijn de oude data van toen we nog helemaal geen imatinib hadden. En je ziet hier ook heel duidelijk wat een enorme verbetering imatinib toen gaf. Dus dat wat je in de spreekkamer zag, dat kwam ook uit die studies. En dat heeft ook geleid tot de registratie van dat middel. Sinds 2001, dus we zijn ruim 20 jaar verder, hebben we ontzettend veel geleerd van deze ziekte. We hebben geleerd waarom het eigenlijk werkt en dat mutaties, dus veranderingen in het DNA van die tumor, niet van uzelf, maar van die tumor, dat die heel belangrijk zijn als een soort antenne waar die pillen dan op werken. Dat KIT een hele belangrijke is, dat is gewoon een eiwitnaam, PDGFR, daar kom ik straks ook op terug. En dan heb je ook nog een paar andere
zeg maar antennes die ervoor zorgen dat zo'n tumor gaat groeien. En die zijn, zoals u kunt begrijpen, zo zeldzaam dat daar geen grote studies mee gedaan zijn. En de kennis daarover, die halen we eigenlijk vaak uit andere ziektebeelden waar ze zo'nzelfde antenne op hebben. Daar kom ik helemaal aan het eind van mijn praatje even op terug. Maar voor nu is het belangrijkste om dat KIT en dat PDGFR een beetje zo te onthouden. Nou, hier zie je dat. Sinds die tijd zijn er nieuwe medicijnen ontwikkeld en daar kom ik zo op terug. Waar het mij nu over gaat, is hoe zo'n KIT, hier zie je dat eiwit zitten. Die heeft allerlei verschillende onderdelen waar het mis kan gaan. En je kunt een exon 11 mutatie hebben. Sommigen van u weten vast wat voor mutatie er in hun tumor zit. Nou, die komt het meest voor. 2/3 van de patiënten heeft die. Een ander is de exon 9, komt ook nog wel veel voor. Maar hier zie je, dit komt veel minder vaak voor, zeker in het begin. Wat we nog wel zien is dat onder invloed van behandeling er nieuwe mutaties ontstaan, ook wel hier. Nou, en hier heb je dus dat andere eiwit, dat PDGFR, en daar zie je dat er weer allerlei andere afwijkingen in op kunnen treden. En het belangrijkste is om deze te onthouden, want daar is een medicijn tegen ontwikkeld. Nou, kom ik hier nog op terug. Je ziet ook hier dat gisten kunnen op hele... het komt eigenlijk alleen maar in de buik voor. Als het uitzaait is het eigenlijk altijd voornamelijk in de buik ergens, in de lever of in de buikholte zelf. En pas heel veel later kan het eventueel ook op andere plekken uitzaaien. Maar u weet misschien uit ervaring dat we ook niet standaard longfoto's maken, want we hebben ook geleerd dat dat zinloos is, omdat daar eigenlijk nooit uitzaaiingen zitten. En waarom doe je onderzoek als je daar niks verwacht? Als mensen veel later in hun ziektepatroon zitten, dan kan dat wel nuttig zijn, omdat dan daar wel ook uitzaaiingen kunnen komen. Nou, het is dus echt een ziekte van... Het is geen darmkanker, het is geen maagkanker. Het is een wekendelensarcoom van de wand van al die tumoren. En soms weten we niet eens exact waar het nou vandaan komt. Ik heb u net laten zien dit imatinib. Dat was de eerste doorbraak. Maar goed, we zagen ook dat patiënten op een gegeven moment na 2-3 jaar niet meer zo goed reageerden op de behandeling. Dus ondertussen waren we al bezig met een andere behandeling. Dat heet sunitinib. En dat is ook een studie die in 2003-2004 zo gelopen heeft. En daarbij zagen we, toen hebben ze dat gerandomiseerd niet meer tegen chemotherapie, maar tegen een neppil, placebo. Dus de ene helft krijgt het ene middel, die sunitinib, en de andere, keer zoveel mensen kregen sunitinib en 1/3 kreeg dan placebo. En dan zie je hier dat de tijd totdat de ziekte weer actief wordt, dat noemen we ook wel progressievrije overleving, PFS, dat zal u wel meer op die dia's zien, dat die veel langer was met sunitinib. Niet zo geweldig als imatinib, dat blijft nog steeds echt het alleractiefste middel, maar het gaf toch ook wel weer verlenging van tijd totdat de ziekte weer actief werd. Dus dat is toen ook geregistreerd, wat mooi is. Hier ziet u dat nog een keer. En je ziet hier ook niet alleen de tijd tot progressie, maar de totale overleving. En dan is het altijd de vraag, komen die curves nou uiteindelijk toch weer bij elkaar, om wat voor reden dan ook. En dat maakt of een middel echt helemaal ontzettend belangrijk is, want als je totale overleving toeneemt, is natuurlijk nog veel belangrijker dan alleen maar de tijd tot progressie. Nou, en toen hadden we vlot daarna alweer een nieuw middel, regorafenib. En dat blokt behalve die mutaties en die antennes die ik liet zien, ook andere eiwitten, die onder andere te maken hebben met bloedvatnieuwvorming. Ook daar werd op een 2-op-1 gerandomiseerd voor regorafenib versus zo'n placebo-pil. En ook die studie was weer positief. En hier zie je de tijd totdat de ziekte toeneemt. Hier zie je de overall survival, dus de totale overleving, en die was ongeveer gelijk. Nou is dat ook wel omdat de opzet van die studies vaak zo is dat als je in de neppil gehad hebt en op een gegeven moment heb je toename van ziekte, dan mag je wat we noemen gedeblindeerd worden. Dus dan mag je weten, zowel jezelf als
wij als onderzoekers, dokters, welke pil je gehad hebt. En dan krijg je alsnog de actieve pil. En dat kan ook mede bepalen dat het de totale overleving eigenlijk hetzelfde is. Want uiteindelijk heeft dan iedereen dat middel wel een keer gehad. Bij de laatste middelen hebben andere bijeffecten dan imatinib. Met name ook hoge bloeddruk. Dat komt doordat het meer remt dan alleen maar die eiwitten die ik in het begin toonde. En het kan ook een vervelende hand-voetreactie geven. Rode pijnlijke handpalmen en voetzolen en diarree. En dat hebben ze allebei. Regorafenib is een middel en dat geldt eigenlijk voor alle medicijnen waar ik het nu over zal hebben. En over heb, is dat het heel erg afhankelijk is van de dosering, hoeveel bijwerkingen je ervan hebt. En dat regorafenib is in zijn dosering wat hoog in de markt gezet, laat ik het zo zeggen. Dus de standaard dosering van regorafenib is vrij hoog en geeft ook vaak wel wat bijwerking. Dus we geven ook vaak wel een wat lagere dosering om toch het effect te krijgen. Nou, hier zie je dan wat er is bereikt. En dat is natuurlijk van een ziekte waar je eerder in 9 maanden aan overleed, wel heel erg fijn om te zien dat er nieuwe medicijnen zijn. Dit gaat allemaal over de tijd totdat de ziekte weer actief wordt. Bij imatinib is dat zo'n mediaan 2 jaar. Bij sunitinib 6,8 maanden, regorafenib 4,8 maanden. Maar je moet zich voorstellen dat dat allemaal studieresultaten zijn. In de werkelijkheid hebben we natuurlijk patiënten die ofwel andere medicijnen hebben of andere ziektes, waardoor je soms met doseringen aan moet passen. En er zijn ook mensen die het veel beter doen dan hier staat. Dus het is een brede range en hier kijken we naar wat we noemen een mediaan, zeg maar een soort van gemiddelde. Nou, dan is er natuurlijk de vraag, dit zijn allemaal medicijnen die heel goed werken tegen KIT-mutaties. Maar ik toonde u dat er nog een eiwit was, dat PDGFR, wat maar in 6% voorkomt. En wat moet je daar dan mee? Want we merkten wel dat deze medicijnen daar iets minder goed tegen werken, om niet te zeggen haast niet tegenwerken. En dan is het ook ontzettend ingewikkeld om een studie te doen met een ziekte die heel erg zeldzaam is. Dan kun je niet van die grote cohorten met 200 patiënten in één arm en 100 in een ander doen. Dus hier is iets anders gebeurd. Dat is wel interessant, want het medicijn is zelfs geregistreerd op basis van deze studies. Hier heb je een studie, dat is een fase 1 studie. En een fase 1 studie is een van de meest experimentele studies die je kan doen. In feite komt het op neer dat iemand alle beschikbare medicijnen heeft gehad, nog best in goede conditie is en zegt, ik wil gewoon meedoen aan een studie, omdat ik er niet thuis wil gaan zitten wachten tot het allemaal niet meer goed gaat. Heb je een medicijn dat misschien ook op mijn ziekte van toepassing is, wat kan helpen? Nou, vaak, of eigenlijk altijd, is dat een wat we noemen dose-finding studie. Dus het zijn studies met nieuwe medicijnen waar we gaan kijken hoeveel kan je geven, zodat en heel erg gericht op bijwerken van de medicijnen. Dus het wordt opgehoogd naar aanleiding van bijwerkingen, laat ik het zo zeggen. Nou, ze hebben dus een studie gedaan met avapritinib. En daar hebben ze ook die patiënten met die hele zeldzame mutatie van GIST in meegenomen. En die resultaten bleken zo verbluffend te zijn, ook in niet alleen wat betreft de bijwerkingenprofiel, daar kom ik op terug, maar met name qua effectiviteit, dat ze die groep hebben uitgebreid naar wat we noemen een dose expansion. Dus dat is een deel 2 van die studie. En daarin hebben ze nog weer 36 patiënten kunnen stoppen. Dus in totaal hebben er voor de effectiviteit van die behandeling 56 patiënten mee kunnen doen met die specifieke mutatie GIST in een studie die overal veel en veel groter was, maar die keek naar de bijwerkingen. Nou, wat komt daaruit? En dan laat ik u hier zien. Aan de linkerkant laten ze zien hoeveel patiënten een afname van hun ziekte hadden. Een respons noemen we dat. En dat is iets wat je dus op de CT-scan meet. En dan zie je iets wat echt bij geen enkel ander medicijn dat we hebben voor GIST gebeurt. Het heeft een hele grote respons geeft het. Dus dat is prachtig. En hier is dat 86% in totaal. Wat natuurlijk heel veel is. En zelfs in 7% 3 patiënten waar de ziekte helemaal verdween. Je zou zeggen, fantastisch.
Een recent paper van een van mijn collega's laat zien dat, want die eerste resultaten zijn vrij vroeg gepubliceerd natuurlijk, want hoera. Wat na gemiddeld 27 maanden hadden de helft van de patiënten toch hun behandeling gestopt. Ja, dat kan, want ik liet alleen maar de respons zien, maar hoe lang dat dan duurt, dat wisten we nog niet. En de meest belangrijke reden om de behandeling te stoppen waren bijwerking in 34% van de patiënten. Dat is best wel veel. Waarvan 23% echt geweten werd aan dit middel en in 9% maar vanwege dat de ziekte progressief was. Dus de meeste van die patiënten die het moesten stoppen, deden dat vanwege bijwerkingen van de behandeling. Nou, en wat zijn dan de vervelende bijwerkingen van dit middel? Dat zijn met name, afgezien van, ik zal maar zeggen, gebruikelijke als moeheid en misselijkheid, maar zijn neurologische klachten. Dus mensen zijn een beetje dizzy. Een beetje dizzy kan ook veel erger worden. Tremoren, dus dat je trillingen in je handen hebt. Ik kan me ook een patiënt herinneren die echt heel, zeg maar, computergeschoold werk deed. Die zei, ik kan dat gewoon niet meer. Ik kan me niet langer concentreren. Dat soort bijwerkingen die natuurlijk heel anders zijn dan van de andere middelen, maar wel heel vervelend kunnen zijn. En er is zelfs een aantal patiënten die psychiatrisch ontsporen. Nou, dus dat is wel een middel wat je niet zomaar uitdeelt. Hier zie je nog steeds de mooie resultaten, ook op de langere termijn. En ze zagen die respons zowel op de 300 als de 400 milligram. Dus de 300 milligram is meer dan genoeg. Nou, als je kijkt gewoon op internet, kun je het gewoon vinden, de bijwerkingen daarvan. Dit is slechts een heel klein deel ervan, kan een A4'tje mee vullen. Dus ja, het is een medicijn, daar moet je wel mee leren werken. En dan moet je verdraaid goed oppassen op de bijwerkingen en met de patiënt ook heel goed afstemmen. Dat ze aan de bel trekken als ze denken, wat gebeurt hier in mijn hoofd? Nou, dat was dus het vierde soort medicijn. Dan hebben we nog een vijfde en dat is ripretinib. En dat is een heel interessant medicijn. Dat werkt namelijk een beetje anders dan die andere. Werkt niet zozeer precies op die antenne. Het is wat minder specifiek voor mutaties. Dat komt omdat het die tyrosine kinase activiteit, dus een soort enzymactiviteit, uitzet. En die is daar niet zo kritisch in welke mutatie daar van die gist aan gekoppeld is. En in het lab is het interessant, want het middel werkt niet alleen tegen de primaire mutaties, die we dus zien als je net voor het eerst gediagnosticeerd wordt, met een gist en medicijnen moet krijgen. Maar het werkt ook als je later nieuwe mutaties krijgt, omdat die gist zo slim wordt dat hij zich onttrekt aan de eerste behandeling. Dus het is een, zeg maar, in het lab een zeer beloftevol medicijn. Nou, hier ziet u hoe zo'n studieoverzicht eruit ziet. Ik zal u een beetje meenemen, want het is niet de bedoeling dat u het allemaal meekrijgt. Maar opnieuw, een 2 staat tot 1 randomisatie. Dus dat is altijd wel prettig, dat je 2 keer zoveel kans hebt het actieve middel meteen vanaf het begin te krijgen dan placebo. Dit was niet een hele grote studie, zoals u ziet. 120 patiënten, 80 het actieve middel. Met die 150 milligram ripretinib 1 keer per dag. En versus placebo. Nou, hier zie je hoe dat dan allemaal in zijn werk gaat. Ook hier een crossover naar actief medicijn als je progressie hebt. Er was ook nog een optie aan het eind, daar ga ik nu niet op in, om die dosis te verhogen van die ripretinib, zoals we bij imatinib ook wel eens doen. Als het niet meer werkt, dat je dubbele dosis geeft, dat kan hierbij ook. Eerste eindpunt was weer die progressievrije overleving, hè, de tijd totdat de ziekte weer gaat groeien. En het tweede was respons en de overall survival. Wat ik u laat zien hier, dat is de mediane progressievrije overleving. En hier zie je weer dat dit een hartstikke positieve studie was. En dat is dus heel erg fijn. Het was helaas niet voor jaren, maar wel 6,3 maanden versus 1 maand in de placebo. Het geeft ook wel aan hoe ver al deze patiënten al in hun ziekte waren. Dat die bij de, zeg maar, de eerste scan die gedaan werd, werden diegenen op placebo waren gewoon weer progressief na een maand. Er zat wel variatie in overigens, maar we moeten altijd met een soort van gemiddelde leven. Zie je hier, en dat is heel interessant, is dat ze gekeken hebben naar de verschillende mutaties. Dus hier zie je de exon 11, hier de exon 9 en dan hier wat we meer de resistentie※==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 
mutaties noemen aan de onderkant. En wat zo mooi is, wat ze in het lab zagen, hè, de belofte van dit middel dat dat zou werken voor gisten met allerlei type mutaties, dat wordt ook waargemaakt in deze studie. En dit is echt net gepubliceerd, dus dat is heel fijn dat dat gebeurde, want dat plaatje kon ik mooi overnemen. En hier zie je dus de gist die het meest voorkomt met de exon 11. En overal zie je datzelfde verschil tussen placebo en actief medicijn. Nou, dus toen hadden we inmiddels al dit soort, zeg maar, als je een KIT-mutatie is, dit staat tot je beschikking. Als je die PDGFR-mutatie hebt, heb je avapritinib en dan kun je ook dit rijtje wel langslopen, zoals u dat hier ziet. Toen is er gekeken van ja, als dat ripretinib zo'n geweldig middel is, zou je dat dan niet in plaats van sunitinib kunnen geven in de tweede lijn? Want sunitinib is nou ook niet altijd zo'n heel makkelijk en fijn medicijn. En die ripretinib heeft eigenlijk best een handelbaar bijwerkingenpatroon. Het enige vervelende is dat je wel kans hebt op haaruitval. Dat is dan wel echt weer minder fijn. Dus die studie die is ook net gepubliceerd. Die heet de INTRIGUE-studie. Al die studies hebben prachtige namen. En hier hebben ze opnieuw zo'n studie gedaan waarbij ze de standaardbehandeling, en dan hebben ze in dit geval sunitinib 4 weken op, 2 weken af gedaan. Dat, zo is het ook ooit geregistreerd. Tegenwoordig geven wij continu een iets lagere dosis, maar zo is die studie gedaan. En opnieuw was het eerste eindpunt die progressievrije overleving. En ze stratificeerden voor de mutatie, zodat ze na afloop goed konden kijken hoe geldt het per mutatie. Nou, hier zie je dan zo'n design van een studie. Hier deden uiteindelijk, dit was een hele grote studie, 450 patiënten mee. Waarbij ze 1-op-1 randomiseerden. De helft kreeg sunitinib, dus 225 patiënten. En hetzelfde ook ripretinib. En dan zag je hier de hele uitkomsten. Hier laat ik u dat zien. En hier zie je de curves lopen volkomen over elkaar heen. En dat was dus een ongelooflijke tegenvaller. Want we hadden gedacht dat dat medicijn eigenlijk toch wel effectiever zou zijn dan sunitinib. En dat zie je niet alleen voor de hele groep, maar dat zie je ook voor degene met alleen exon 11. En als je hier kijkt, dan is alleen een heel klein groepje exon 9, maar dat is die in favor is notabene van sunitinib. Maar voor de rest maakt het eigenlijk helemaal niks uit welke mutatie je hebt, of nou sunitinib of ripretinib beter is. Dus ja, het is een mooi middel in vierde lijn, maar in tweede lijn is het niet beter dan sunitinib en daar zal het dus ook niet voor geregistreerd worden. Wat wel interessant is, is de responskans. Want die is veel groter met ripretinib dan met sunitinib als je een exon 11 hebt. Dus dat is dan iets waar we nog weer verder wat van moeten gaan leren. Wat ik zei, de bijwerkingen. Waarom zou je een druk stoppen? Dat maakte eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar wat je wel zag is het type bijwerkingen. Moeheid kwam zowel bij sunitinib als ripretinib voor. Ook hand-voetsyndroom. Maar je ziet hier de alopecia en dat betekent kaal worden. Dat was niet volkomen, maar dat kwam toch wel in 50% graad 1 voor. Dus dat je toch wel echt harenuitval hebt. Diarree zag je weer veel meer bij sunitinib. Nou, zo gaat het verder door. Dat is nu voor nu niet zo heel belangrijk. Hypertensie werd ook meer gezien bij sunitinib, dus hoge bloeddruk. Dus weinig patiënten in die studie met een KIT exon 9. Dus daar kunnen we eigenlijk, het leek alsof sunitinib iets effectiever was, maar de groep was erg klein. Het schema is iets anders dan wat we in Nederland geven en de haaruitval. Maar over het algemeen werden er toch wel meer bijwerkingen van sunitinib gezien. Nou, dit heb ik al verteld. Dus wat hebben we dan nu? We hebben imatinib, sunitinib, regorafenib, ripretinib en avapritinib. Met een tijd tot mediane tijd tot de ziekte weer progressief wordt. En daar hebben we inmiddels van avapritinib ook data. En dat duurt dus, dat is echt mediaan bijna 3 jaar. Dus dat is voor die mutatie een heel effectief middel. Maar nogmaals, de bijwerkingen, die neurologische bijwerkingen, zijn niet verwaarloosbaar. Nou, dan hebben we ook nog een paar hele zeldzame erbij. En
Dat is meer voor het aardig, want het is, ja, het komt natuurlijk allemaal heel weinig voor. Maar we hebben ook nog andere mutaties in GIST. En ik zei al, daar gaan we vast geen studies voor doen. Dat is veel te zeldzaam. Dus hoe weten we nou welke medicijnen daarvoor geschikt zijn? Hier ziet u ze. Dat is omdat we dat, zeg maar, baseren op de kennis die we hebben van de ziektes waarvoor die medicijnen geregistreerd zijn. Ik zal één voorbeeld noemen. Dit zijn medicijnen die geven we bij patiënten die deze mutatie in een melanoom hebben. En dat medicijn kun je dus ook bij GIST eigenlijk voorschrijven. Moeten we wel de toestemming hebben van de verzekering of we doen het in de kader van een andere studie. Maar dan hebben we nog de vergoeding in Nederland. En dat is wel een probleem. Want dit middel, afrapritinib, wordt wel vergoed. Kun je gewoon op de website, als je googelt, vinden. De Nederlandse zorgautoriteit denkt dat we maar ongeveer 3 patiënten per jaar in Nederland hebben die aan dit medicijn beginnen. Dat kost dan geschat 1 miljoen. Ja. Dus dat zijn natuurlijk wel dingen, dat pilletje, dat schrijf je niet zomaar even voor. Dat denk je heel goed na met de patiënt. Is er echt een reden voor om dit medicijn met de bekende bijwerkingen te geven? En repritinib, oh, oeps. Even kijken hoor. Kom. Ga wel snel. Ja. Repritinib, is nog niet vergoed. En dat is heel vervelend. Die zit wat we noemen in de sluis. En ik zal u laten zien wat dat is. De sluis is iets wat de minister van VWS en Zorginstituut Nederland hebben bedacht. Om toch zoveel mogelijk, ja, zeg maar voor de dure medicijnen, alle mogelijke informatie te verzamelen voordat ze het echt toelaten, dat we het voor mogen schrijven. Maar heel eerlijk gezegd gaat het natuurlijk met name om onderhandelingen met een industrie om dat medicijn wat goedkoop te krijgen. Want als we allemaal 3 ton zouden moeten betalen voor repretinib, wat we natuurlijk vele malen vaker kunnen gaan voorschrijven dan avapritinib, ja, dan worden de kosten van de zorg inderdaad heel hoog. En ik vind ook dat de farmaceutische industrieën echt hun verantwoordelijkheid moeten nemen om die medicijnen niet zo knotsduur te maken. Nou, dan nog iets heel anders, want ik weet dat ook vaak aan de orde komt, gaan we patiënten opereren als er uitzaaiingen zijn of niet. Daar is een interessante studie van gedaan uit Boston en New York en dat zijn maar 2 slides en daarna ben ik klaar en geef ik het woord aan Deborah. Maar ik dacht dat het toch wel interessant was, omdat u misschien die vraag in de spreekkamer ook wel tegenkomt. Ze hadden hier 323 patiënten geëvalueerd die in totaal 400 operaties hebben ondergaan. En daarbij keken ze naar de CT daarna of er respons was, of er stabiele ziekte was, hè, voordat ze gingen opereren. Waarom ga je opereren? Misschien omdat je denkt dat de enige metastase dan ook weggehaald wordt. Dan opereer je als je stabiele ziekte hebt, of als er respons is, nog beter. Maar je kan ook opereren als er... Stel, je hebt 6 uitzaaiingen en eentje groeit, dan zeg je, nou haal die ene dan weg, is die resistentie maar weg en kan ik doorgaan met dit medicijn? Dat kan een situatie zijn van opereren. Of er kan een situatie van opereren zijn waar er all over the place, zeg maar, groei is van de uitzaaiingen. Is dat dan nuttig? Want die vraag hebben we natuurlijk met elkaar altijd om te beantwoorden. Nou, en wat je ziet hier, ik zal u even meenemen, is dit zijn de mensen die voordat ze geopereerd worden, hadden ze een goede respons op de behandeling. Die deden het daarna en dan ga je dus door met je imatinib of wat je hebt. Die doen het goed. Geldt ook wel voor de stabiele ziekte. Maar degene, zeg maar, die heel veel uitzaaiingen hebben om die te opereren, hebben sowieso maar een hele korte levensverwachting. En daarbij is het niet zo heel erg zinnig om dat te doen. Hier zie je het progressievrije overleving, hier de overall survival. Dus degene die stabiele ziekte hadden of respons, daar kan het zinnig zijn. Dat weten we eigenlijk niet, want we hebben het nooit gerandomiseerd versus alleen maar doorgaan met de medicijnen. Belangrijkste de boodschap met name is dat als je heel veel uitzaaiingen hebt, dat het niet zinnig is om te opereren, want dan kun je net zo goed niks nemen of je medicijnen doorgaan. Het voegt niet zoveel toe, lijkt het. Nou, met dat wilde ik dit overzicht beëindigen.
Ik heb niets verteld over adjuvant imatinib, dus imatinib wat je krijgt na afloop van dat je geopereerd bent geweest. Dat komt omdat daar weinig ontwikkelingen in te melden zijn. Het is nog steeds 3 jaar in totaal. Als je het voor de operatie gehad hebt, gaat die tijd ervan af na de operatie dat je die medicijnen gebruikt. De studie van 3 versus 5 jaar, waar misschien ook mensen hier in de zaal aan mee hebben gedaan of mee doen. Imatinib in de adjuvante setting is bijna vol. Dan hoef ik dan geen nieuwe patiënten meer bij. Maar dan zal het ook nog jaren duren voordat we de uitslag en de resultaten daarvan weten. Dus dat blijft voorlopig 3 jaar voor degene die een mutatie hebben die gevoelig is voor imatinib. Nou, verder zijn er natuurlijk ontwikkelingen. Altijd zijn de industrieën ook weer bezig om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Dat is ook nu nog weer gaande. Dus gelukkig gaat dat alsmaar maar door. Nog beter te snappen wat maakt dat een gist groeit. Daar zijn wij actief bij. Maar niets is belangrijker dan dat jullie, u als patiënten, daar ook actief en betrokken bij zijn. Het ontwerp van klinische studies met wel of niet een placeboarm. Wat vind je daar, een nep-arm? Wat vind je daar als patiënten van? Nou, daar kun je alleen maar als patiënten samen iets over vinden als je ook samen met degene die zo'n studieontwerpen aan tafel zitten. En meer wordt zeg maar die co-creatie van nieuwe studies, nou ja, in ieder geval wel echt gepropageerd. Dat het ook gebeurt in de praktijk, dat is nog een ander verhaal. Het is wel ontzettend belangrijk dat u weet hoe belangrijk uw stem is. U bent degene die verstand heeft van die ziekte en kan alleen maar adviseren aan degene die een studieontwerp. Heb je wel hier gedacht en daar aan gedacht? En dat geldt ook, en dat is het allerlaatste wat ik wil zeggen, voor het rapporteren van resultaten van studies. Want wat ik vaak zelf toch wel een beetje raar vind, is dat er staat dat de bijwerkingen die waren manageable. Ja, die kon je. Je kunt altijd bijwerkingen wel een beetje managen. Want je kunt natuurlijk ook zeggen, stop je medicijn een tijdje, geef een lagere dosering. Maar wat manageable is en wat ook zeg maar te dragen is voor een patiënt, wordt alleen maar door patiënten eigenlijk bepaald. En of iets klinisch relevant is, dat is ook zo'n mooie kreet, is ook iets wat alleen maar door u verteld kan worden. En hoe komen we daar dan achter? Door kwaliteit van leven te meten. En dat is mijn bruggetje. En kijk, daar is Deborah heel druk mee geweest de laatste tijd om daar meer informatie over boven water te krijgen. Dank u wel. Ik heb niet zo'n mooi apparaatje als dat Wynette heeft, dus ik blijf lekker passief de hele tijd achter dit boxje staan, maar dat